Hey guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Daily Drama. Ik weet niet de hoeveelste dit is, maar hey, het is de Daily Drama again. Gisteren was ik gezellig met Jean en met Puk en het was wel gewoon leuk. Lekker pizza gegeten. Ja, het was gewoon gezellig. En vandaag zie ik Jean ook weer. We gaan namelijk een leuke foto maken voor Nickelodeon. Die gaan jullie nog wel op de Insta zien. Of misschien dat die al online staat. Moet jullie even girlies nog in de gaten houden. So that's gonna be fun. Het is ook best wel een lekker weertje. Lekker herfstweertje. Maar het regent niet gelukkig. Because ik haat dat. Maar ik ga nu dus met mijn oma afspreken. Wel met een mondkapje. Maar we gaan eventjes naar buiten. Gewoon even bijkletsen. Want ik heb haar echt al een tijdje niet gezien. Dus dat gaan we doen. En I'm wearing deze top met van die touwtjes. Deze shadow heel pants. En the ones that you never can go wrong with. The Air Force Ones. So ja, dat is de planning. En ik ga ook nog even een foto maken voor mijn eigen Insta. Ik weet nog niet waar, maar ik moet even gaan bedenken. Dus dat is een beetje wat het plan is nu. En daarna zie ik het wel. Oké, guys. Oef, de zon is echt fel. Maar het is gewoon zo mooi weer vandaag. En de zon is echt amazing. Dus ik heb net twee foto's gemaakt in twee verschillende setjes. Waaronder deze met de citybag en de split legging die iedereen nu draagt. En met Jordan 4's. Op dit parkeerterrein. En ik was zo lang al op zoek naar dit parkeerterrein. But I fucking found it. And I'm really happy about it. Dus ik heb hier net een hele leuke foto gemaakt. Zo zittend on the ground. En ook nog eentje met een bril. Alleen we werden weggestuurd. Want het was dus bij de teststraat van corona. Dus op een gegeven moment was een man echt zo van. Jullie mogen hier niet zijn. Nou oké. But we did it. Dus dat is top. Dus die zien jullie binnenkort op ja, de VW official. So yeah. I made the Insta pic. Made by my mom, die nu even lekker een uitzichtfoto aan het maken is. Want het lijkt hier echt een beetje New York of zo. Al die hoge gebouwen, maar het is bij de Zuidas. Dus ja, en Jim en Jali zijn in Amsterdam en die komen even langs bij mijn huis. Want dat hebben ze nog niet gezien, dus fun. Ik ga jullie deze week weer meenemen en het is vandaag zaterdag. En ik moet vandaag echt super veel doen, dus ik ga jullie gewoon meenemen en Jaat ook. Het is wel een beetje een rare week, want ja, ik heb SE week, maar ik heb maar 3 SE's, dus het is heel vaag. En ik heb maandag theoriedag voor mijn scooter, waar ik echt zo nerveus voor ben. Ik moet daar om 6:30 zijn, dus dat gaat wel een dingetje worden, aangezien ik echt een mega ochtendhumeur heb, altijd. 6:30. Maar in ieder geval, heb je er nu al zin in, doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal hier beneden en dan gaan we jullie gewoon lekker meenemen. Jongens, ik ga dus echt iets super leuks doen. Want ik ben natuurlijk een maand geleden, iets langer dan een maand geleden, 16 geworden. En ik had het echt al in best wel veel vlogs over mijn scooter, dit, dat, zo, welke kleur wou ik nemen. En hij is eindelijk klaar. We gaan er over een uurtje naartoe. En ik ben zo benieuwd. Ik heb hem al een beetje gezien, maar toen hij nog niet af was. Dus ik ga hem nu echt zien. Maar ik ga hem denk ik daar wel laten staan, want ik heb mijn rijbewijs nog niet. En anders staat hij hier voor de deur. Ik ben gewoon zo bang dat hij vies wordt of dat hij gestolen gaat worden. Zo. Ik ga echt een scooter freak zijn. Ik ga er zo zuinig mee zijn. Maar ik heb er echt heel veel zin in. En ik ga een fotootje maken natuurlijk met mijn scooter. Want ja, ik wil dat heel graag. Trouwens, ik heb dit autootje aan deze body van LA Sisters. Die ik in de vorige vlog heb unboxed. En ik vind hem echt super mooi. Deze broek van de Subdued. Echt een van mijn favoriete broeken. En dit is mijn first pair of Jordans. En dit blijft toch wel mijn favoriet. Altijd als ik ze aan heb, denk ik, wow, ze zijn toch wel echt heel leuk. Ik had eigenlijk met Jade afgesproken om een foto te maken. Maar deze meid is altijd overal te laat. En morgen moet ik de hele dag leren. Dus ik heb denk ik geen tijd meer heb. Echt een gekkie. Maar ik ga nu ook zelf even een foto maken. Want ik heb door de week echt geen tijd. Door al die toetsen. En ik ben pas om 5 uur uit. En het is letterlijk zo snel donker, jongens. Dus als ik uit school kom, is het gewoon al helemaal aan het schemeren. Dat is namelijk 5 uur. En dan zit ik echt van... Oké, kan. Dus dat doen we altijd eventjes in het weekend. Dus dat gaan we nu doen. Oké, goedemorgen. Het is zondag. En ik heb lekker een koffietje gehaald buiten. En I love it. En we gingen dus even naar de bakker, mama en ik. En we hadden dit gehaald. Een soort van kaneelding. Het ziet er zo lekker uit. Dus ik ga het lekker eten. En ik moet een beetje mijn kamer opruimen vandaag. Oh ja, not very much on the planning. Dit is lekker. Niet normaal. Echt, de kaneel zit overal. Verspreid. Het is echt perfect.
Ik zit nu ergens random op de grond in mijn huis, want er is heel mooi licht hier. Dus ik heb hier net een foto gemaakt. Go check it on my Insta. Mijn ogen doen nu zoveel pijn, want ik heb echt een kwartier lang in de zon lopen kijken. En bitch, ja, is er. En we hebben letterlijk maar een kwartier om een foto te maken. We moeten nog een plek zoeken. Because otherwise I'm coming too late. Fucking Jade! Vieze laatkomer! Vertel jij maar even aan de vloer hoe laat we hebben afgesproken en hoe laat het nu is. Vertel maar. Vertel maar aan de vlog. Hoe laat hadden we afgesproken? 2:30. En hoe laat is het? 3:30. We hebben een opdracht voor Nickelodeon en dan moeten we throwback foto's kijken. We zitten nu te throwback op ons Instagram en ik ben gewoon in shock. Hoe kan je dit plaatsen? Ja, we zijn elkaar alleen maar aan het uitlachen. Oh my nou, fucking god. Nou, is die rug. What the fuck is dit? Het is zo ugly. Vooral dingen samen zijn het allerergst. Doen we hier dan? Echt alsof we iemand in de fik gaat steken. Dus we moeten een foto maken van nu en toen. En we hebben wel een plekje waar we toen een foto hebben gemaakt in de buurt. Dus daar lopen we nu naartoe. Yeah. En omdat ja, dus hoe laat is, moeten we tempo zetten. Dus we gaan heel snel lopen. Want ik heb over 10 minuten een afspraak. Waar heb je nou afspraak? Scooter. Dit is de trap waar we ooit echt 3 jaar geleden een foto hebben gemaakt voor Le Coyote Paris. It's cute. Zo, er is best wel mooi licht, dus ga nu even een foto namaken. Mm-hmm. Even kijken hoe we stonden. Ik stond die kant. Oké, leuk. Oké, de foto is gelukt en we hebben ook echt een ziek leuke TikTok gemaakt. Die laat je straks wel. Je zit pick me. Het is echt een nummertje geworden. Gisteren hadden we ook eentje gemaakt. Ja, dat is echt top. En dit zijn dus de foto's. Dus ga zeker op ons Insta kijken. Want onze Insta is echt uitgestorven. Dus volg ons op Insta. Yeah, and it's very fun, but we tried it, we just can't. Yeah, but we can't keep up our Instagram. It's so hard. It's so hard to make a picture once a week. Yes. Dit gaat natuurlijk om girly school. Ja, de andere gaat wel makkelijk. Maar ik ga nu naar mijn scooter. Ja, dan gaat een foto maken. Ja. Oké, dat is. Oké, jongens. Bye, zus. Bye. Nou, ik ben zo excited voor mijn scooter. Ik ga echt 400 filmpjes maken. Het is gewoon precies hetzelfde als mijn auto. Dus ik heb er heel veel zin in. Goedemorgen. Het is maandagochtend, 10:30. Ik hoor eigenlijk wel om 9:30 op school zitten, maar ik werd wakker vanochtend. En ik had gewoon zoveel buikpijn dat ik gewoon dacht, nee. Nou, ik kan gewoon met dat soort buikpijn kan ik gewoon niet concentreren. Dan kan ik gewoon niet lekker in de les zitten. Dus dat is gewoon niet fijn. Ik heb ook echt nog. Dus ik ben ook even door blijven slapen. Maar ik heb echt nog zo'n ochtendstem. Maar misschien dat ik later op de dag wel naar school ga. Ik moet even kijken hoe ik me voel. Maar ik heb tot 3:15 les. Dus ik kan altijd nog naar school gaan als ik dat wil. Het is zo irritant als je je niet lekker voelt. Ik kijk wel even aan. Oké, jongens. I'm home en ik krijg dus zo net een pakketje binnen van Somewhere Someday. Dat is het merkje van Queen of Jetlags, Noor. Het is echt super lief dat ze het heeft opgestuurd. Het is ook allemaal super leuk verpakt, allemaal lichtroze. Dus ik ga het even aan jullie laten zien. Kijk, deze super leuke oorbelletjes. Deze vind ik echt heel cute, hele mooie ringetjes. Nog iets. Oh, en deze ring. Ik vond deze ring echt super mooi. Ik heb er 2 gestuurd. Ze heeft 2 ringen gestuurd. Lief, kijk hoe mooi deze ring is, jongens. Er zitten allemaal een soort van. Ik ga hem omdoen. Kijk hoe leuk deze stickers zijn. Hier ook Kylie. Oké, nou in ieder geval echt super lief. Kijk hoe leuk die ring oorbelletjes zijn en mijn ring. Dus ik ben er echt heel happy mee. En ik mag steeds op mijn vader aan het wachten, maar hij is echt veel te laat. Dus schiet op. Oké, nou ik voel me wel wat beter. Ik heb een buckethead opgedaan, maar mijn haar zit echt vreselijk. Mijn wimpers zijn trouwens echt, ik ben er zo blij mee. Kijk, ik heb mascara opgedaan en mijn wenkbrauwen, it's on point. Ik ben wel nog een beetje wit, maar ik voel me wel wat beter. Dus ik ga dat laatste uurtje school wel even meepakken. Dat is geschiedenis, dus dat kan, weet je, het kan nooit kwaad. Ik heb trouwens deze jas aan van Alex de Label. Die heb ik gekregen van ze, echt zo leuk is die. Met schoenen en deze bucket hat, lekker toppie. Dus een beetje een fall look. En ik heb een heel leuk pakketje binnen. Ik wou dus de deur uitgaan, maar toen kwam dit pakketje binnen. En ik dacht, ik maak het maar meteen open. Het is van Shadow Hill. En ik was ook met het vorige pakketje dat ik van hun had gekregen. Ik was er zo blij mee. Ik draag hun spullen echt vaak. Het is echt een joggingpakken en alles. Geweldig. Ze hadden nu een samenwerking met Kappa.
heel leuk. En ik weet nog dat kappa, ik was denk ik 4 jaar geleden, dus toen ik 12 was of zo, toen vond ik het echt helemaal shit. Kappa. Maar nu ga ik dus weer eventjes een poging 2 doen voor kappa, want daarna heb ik het een tijdje niet gedragen. But now it's back again. Heel leuk. Kijk, dit is zo'n legging. Oh, dit vind ik heel leuk. Ik heb natuurlijk wel op de Insta gekeken, want alleen ze sturen altijd gewoon dingen op. En dan is het een beetje surprise. Oh my god, kijk hoe leuk dit is. Dit is echt zo leuk. Thank you Shadow Hill en thank you Kappa. We zijn er dus en ik ga nu kijken. En ik ben echt heel benieuwd. Dus, yay. Ik ben letterlijk in shock. Kijk hoe mooi die is. Oh, hij is echt gewoon perfect. Oh, hij is zo mooi. Oh my god. Oh my god, oh my god, echt. Kijk, het is ook precies dezelfde kleur als mijn nagels. Oh mijn god, hij is perfect. Ik sta nu buiten en ik vind hem zo mooi. Ik vind hem echt niet normaal. En het is dus, als het licht erop schijnt, dan is hij echt wat lichter blauw. Dus ik ga nu even naar de zon toe, want hier is het een beetje zo'n zijstraatje waar je het niet zo goed ziet. Maar echt. Ah, kijk hoe mooi hij is. Hij staat dus nu in de zon. En je ziet nu de metallic echt super goed. En ik vind hem zo mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Hij is gewoon zo mooi. Kijk even. Oké, jongens, ik heb dus net mijn scooter gezien en moest gewoon heel even alles kijken of hij perfect was. En hij is letterlijk perfect. Ik ben er zo erg blij mee. En ik hoop echt zorg dat ik maandag mijn rijbewijs haal, want anders gaat het allemaal nog veel langer duren. En dus ik krijg het goed leren en ik heb ook eens een dagcursus. Dus ik ga gewoon heel logisch nadenken en dan kan ik heel snel mijn scooter rijden. Want hij staat nu dus nog bij de showroom, want anders staat hij voor de deur. Ja, hij is veel gevaarlijker dan dat hij daar gewoon in de showroom staat. Dus we laten hem even staan en dan hoop ik dat ik hem snel kan ophalen. Ik ben echt heel excited. Dus ik ga nu eventjes naar huis. Zo. Ik heb La Organizers binnen. Dus ik ga eventjes mijn sieraden doen. Want ik had jullie al laten zien. Wauw, alles heel mooi organized. Behalve dit daar. En dat moet daar ook allemaal in. Dus dat gaan we eventjes doen. Oké, kijk. Ik heb dus allemaal van die organizers. Deze voor allemaal oorbellen. En deze, dan kan je hier allemaal ringetjes doen, armbanden, andere oorbellen. En ik heb mijn kettingen, nou, mijn grote dan, heb ik aan dit rekje. Maar ik weet niet of ik deze wil houden. Ik heb hem al best een tijdje. En ik had er ook in gezien bij de Zara Home of H&M Home. Met gewoon zo'n balkje en dan kan je er meer aan hangen. Want hier kan je gewoon uiteindelijk niet heel veel aan hangen. Maar hij is wel heel leuk, want hij heeft allemaal handjes. So, not sure about that one. En ik heb hier mijn zonnebrillen nu gedaan. Dat het er niet uitvalt. Maar kijk zo, en dat ziet er wel echt leuk uit. Dit zijn een beetje al die Instagram zonnebrillen. Een beetje van die gekke, maar ik vind dat wel leuk. Hij lijkt het. Maar nu past het niet hier. En ik had al mijn zonnebrillen had ik hier zo liggen. Kijk. Zo zeg maar, op een rijtje. Maar nu past deze er niet in. Dus dan zou ik het hieronder moeten doen. Maar ja, dan weet ik niet echt wat ik hierboven moet. Want kijk, ik vind dit eigenlijk wel mooi georganiseerd. So now I don't know what to do. Misschien dat ik die anders wel voor wat anders ga gebruiken, deze. Maar dit is wel leuk. Struggle. Puk en ik hebben morgen allebei... Puk en ik? Ja, Puk en ik hebben morgen allebei onze scootertheorie. En we zijn zo nerveus. Nou, vooral Puk. En de vriend van mij moet nog komen. Ik word bezig helemaal druk nu. Ja, we hebben morgen om 6:30 moeten we er zijn. Ergens in... 6:30? Zeg hoe vroeg. 6:30. Maar slaat het ook op zo vroeg? Ja, inderdaad. Want we hebben pas ons examen om 1:30. En we hebben nu ook een samenvattend boekje. En we moeten helemaal naar Zwolle. En we moeten helemaal naar Zwolle. Jongens, wish us luck. Ik zie jullie morgenochtend als we echt fucking moe zijn. En chagrijnig. En chagrijnig en boos. Jongens, slechte morgen. Slecht. Slechte morgen. Echt. Ik heb zoveel spijt van dit. Ongelooflijk. 6:30. Daar moest dan 6:00 op staan. Fuck. I ordered ramen. Het is echt iets waar ik de laatste tijd echt helemaal...
obsessed mee ben. En ik heb echt een goed adresje gevonden. En dat heet, hoe heet het ook weer? Takumi of zo. Echt top. Want kijk, normaal vind ik dat ramen te, hoe heet het zijn? Dat er te weinig in zit qua groente of weet ik veel, toppings. En deze is lekker veel. Oh, helemaal top. En ze pakken altijd alles ook zo cute in hier. Het is echt leuk, echt Japans. Kijk, zo schattig. Nou, helemaal top. En dus de ramen. Itself. En dan doe je er gewoon het hete soepwater bij, miso. Ja, sorry, ik kan niet mijn hoofd filmen. Oh, maar hij is gelekt. Oké, wacht. I'll be right back. Dit gaat niet goed. Je hebt dus zeg maar, je krijgt ook... Oeh, de camera bijna vallen. Gaat goed hoor. Kijk, je hebt dus zo'n bak met allemaal groentes en daar gooi je dan dus die soep bij. Carrie, all my guilty reason is the mama's hope. Mooie haartjes hoor, hè? Mmm, yummy, that's good. Prop het er maar in. Hola jongens, ik heb dus vanochtend met theorie cursus gehad, zoals ik had verteld. En ik had dus een cursus, ik begon om 7 uur 's ochtends tot 11:30. En wat best wel heftig is, want ik ben helemaal geen ochtendpersoon. Dus jullie zien ook dat mijn wallen mega groot zijn. Ik ben helemaal wit. Mijn wimpers zitten helemaal door elkaar. Mijn haar zit er niet uit. Joggingspak aan. En ik heb straks om 4:15 mijn theorie examen in Zwolle. Dus ik ben nu eerst naar huis gegaan. En dan gaan we straks naar Zwolle toe. Ik had er theorie om 2:00. Dus die ging al ietsjes eerder. Ik hoop echt heel erg dat ik het ga halen. Ik ga heel erg mijn best doen. Heel goed lezen. En ik heb natuurlijk een cursus gehad. Dus... pray for me. Hi baby. 3 keer raden wie er is gezag. Gina. Nee, ik heb hem nu en nu stress ik hem nog erger. Nu denkt iedereen dat ik fucking doe. Nee, want het is echt moeilijk jongens. Kijk even hoe dik dat boekje is. We zijn er helemaal klaar mee. We zitten er doorheen. Leer, ook al heb je een dagcursus. Ja, het is echt zo moeilijk. Oh my god guys, ik ben helemaal vergeten te vloggen. Maar ik heb jullie in spanning laten wachten. En ik was super nerveus en ik zat in die toets. En ik was echt van, oh mijn god, dit gaat zo goed. Ik had sowieso en ik klik op dat schermpje. En er staat gewoon een duimpje naar beneden met 16 fout. En ik vond het zo kut. Want ik dacht gewoon echt dat het goed ging. Ze waren helemaal voor niks naar Zwolle. Allebei niet geslaagd. En het was echt moeilijk en ik voelde me zo dom. Maar letterlijk niemand... van die cursus had het gehaald. Ik probeer hem nu echt zo snel mogelijk weer in te plannen bij Seeberg. Gewoon over een week echt. Dus ik ben de hele tijd naar plekken aan het kijken alles. Want anders kan ik letterlijk pas in februari. En dan word ik gewoon echt gek. Ik was echt van dit haal je easy. Maar het is echt moeilijk. Maar in ieder geval ik heb morgen SE's. Maatschappijleer. Ik ga nu lekker slapen. Het is 10:30. Super vroeg. Maar ja, ik ben vanochtend zo vroeg opgestaan dat ik gewoon kapot ben. So, good night. Ik ben te laat, we gaan naar Trainmore. En ja, sorry. Ja, Lies is boos om, omdat altijd als ik met haar afspreek, ik wel gewoon te laat kom. Ze gaat niet hier vloggend inkomen. Ga even, maak hier even af. She's ashamed for me. Maak hier even af. Alright guys, ik probeerde gisteren al te vloggen, maar mijn camera viel uit. En toen was dat een beetje laat, toen ben ik het vergeten. Maar het is donderdagochtend en ik ga zo naar school. En ik sta weer voor een raam, dus het is weer blauw licht. Why? Maar oké. Ik heb mijn make-up gedaan. Oh, nu niet. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik ben nog steeds zo blij met mijn wenkbrauwen en mijn wimpers. En ik heb deze Supreme hoodie aan met mijn marine seree legging. En ik heb dus de schoenen aan. Kijk, nu kunnen jullie... Nu kunnen jullie zien hoe ze aan zitten. Kijk. Ze zijn best wel groot. Dat zie je vooral van de zijkant. Het kaartje zit er nog aan. Maar I decided to keep them. Kijk. Als je het zo ziet, denk je wel van ja, het zijn wel echt aanwezige dingen. Maar ik vind ze gewoon zo vet. Nu ook met deze outfit. Dus ik hou ze. Oh. Ik heb gisteren ook echt nog helemaal met mijn moeder. Mijn moeder heeft ze even aangetrokken. En Nola haar mening. En mijn vriendin haar mening. En iedereen was wel van ja, het zijn wel echt items. Dus hou ze. Dus dat ik echt van oké, fuck it. Ik hou ze gewoon. Dus deze ga je nog vaak... aan mijn voeten zien en op mijn Insta. So I'm really happy with them.
Hallo, ik heb nu weer gefilmd sinds maandag, maar ik was dus gezakt voor mijn theorie. Echt super kut. En ik hoop dat ik hem snel opnieuw kan doen en dan wil ik hem wel echt halen. Ik heb morgen mijn laatste SE, vrijdag, namelijk Spaans mondeling. Dus ik ben hem nu uit mijn hoofd aan het leren, want het is nog best wel veel. Maar volgens mij komt het wel goed als ik het zo door heb. Ik heb deze week niet heel veel gefilmd, omdat ik heel veel aan het leren was. En maandag dus mijn theorie. Maar ik hoop dat jullie ondanks dat wel de video leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Hier beneden. En dan zien we jullie volgende week. Bye.